Fortuna Sittard verloor vorige week bij Veendam. Daar waar Sparta won van FC Den Bosch. En Sparta begint goed aan de wedstrijd. Hier zet Joshua John goed door. Ziet geen afspeelmogelijkheden voor het doel. En scoort dan zelf de 1-0 voor de Rotterdammers van West. Goeie goal van Joshua John. En opsteken dus voor trainer Jos van Eck. Maar het antwoord van Fortuna komt nog in de eerste helft. Caracciolo vanuit de draai. Daar wordt Moes verrast in de korte hoek. En zo staan beide ploegen weer op gelijke hoogte. Eerder dit seizoen werd het in Rotterdam 3-3. En ook nu in Limburg een aantrekkelijk duel. Met nog geen minuut na de 1-1 deze aanval. Ramon Voorn kan goed doorzetten, kan uithalen. En de zoon van de assistentbondscoach Cookie Voorn, Ramon Voorn, zet hier Fortuna op voorsprong. En in de tweede helft worden de Limburgers beter. Paddy John, een van de uitblinkers, over het uitgestrekte been van Ruud Kras. En dan is dit natuurlijk een penalty. Scheidsrechter Rogier Honig kan niet anders dan naar de stip wijzen. Fabio Caracciolo maakt geen fout vanaf 11 meter. En zo komt Fortuna op een 3-1 voorsprong. Even later een identieke situatie. John dit keer over het been van Carlos Delgado. Opnieuw een penalty. Maar Caracciolo mist ditmaal, maar Fortuna wint. En Sparta is nog steeds de weg kwijt.